Marienburgkapel. Midden in de binnenstad van Nijmegen bevindt zich de Marienburgkapel. De kapel dateert uit de late middeleeuwen, rond 1430. Dat is te zien aan de steunberen en de spitsboogvensters. Binnen zijn de kruisribgewelven kenmerkend. Zoals gebruikelijk is ook dit godshuis oost-west georiënteerd, met in het oosten het koor en het bijzondere raam met visblaasmotieven. De visblaas is een oud Christussymbool. De Marienburgkapel is een zogenoemde dubbelkerk. Dat is een kerk met een open verdieping. Daardoor ontstond er een boven- en onderkerk. De mis in het koor kon worden gevolgd door zowel burgers die beneden zaten als de nonnen boven, zodat onderling contact onmogelijk was. Dat lag in lijn met de beslotenheid van de orde. In de gevel aan de zuidkant is op één hoog een blinde nis te zien, de vroegere doorgang voor de nonnen van het klooster naar de bovenverdieping van de kapel. Helaas is het klooster lang geleden afgebroken. In 1591 bezette prins Maurits Nijmegen en hij verbood het katholieke geloof. Het klooster werd ingericht als kazerne en militair hospitaal. De overgebleven zusters verzorgden er gewonde soldaten. In 1626 stierf de laatste non een eenzame dood. Sindsdien heeft de kapel verschillende functies gehad. In de eeuwen daarna was het onder meer een opslagplaats van haver, stro en munitie, maar ook een theater en een spinnerij. Na ruim een eeuw als turfschuur te hebben gediend, werd de Marienburgkapel in 1781 omgetoverd tot stedelijk concertgebouw. Door een inval van wederom de Fransen in 1794 werd de kapel ingevorderd en, net als 200 jaar eerder, bestemd als militair hospitaal, nu zelfs voor paarden. Van 1843 tot 1905 was het onderdeel van een kazerne. Hierna vertrokken de infanteristen naar de nieuwe kazernes aan de Groesbeekseweg en Gelderse Laan. Aan het einde van de 19e eeuw was de kapel in dermate belabberde toestand dat men overwoog hem te slopen. Uiteindelijk voorkwam architect Pierre Cuypers dit. De kapel werd gerestaureerd tot hoe we hem nu kennen. Gelukkig vielen de bommen in de Tweede Wereldoorlog niet op de kapel. Het was dan ook een van de weinige gebouwen in de binnenstad die onbeschadigd bleef. Daarmee bleef ook het stadsarchief bewaard, dat men als voorzorg in de kapel had opgeslagen. In 2009 kreeg de kapel de functie die hij vandaag de dag nog heeft, vestigingsplaats van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. En dat de kapel veel verschillende functies had, is nog steeds te zien, maar die eerste verdieping is nog steeds een opslagplaats.